Capaciteitsversterking staat hoog op de agenda van het ministerie van Openbare Werken. Om deze belangrijke doelstelling vorm te geven, heeft het ministerie een samenwerkingsovereenkomst getekend met Smart Suriname. Het document is op vrijdag 14 juli bezegeld door minister Riyad Noor Mohamed en directeur Eros Mungra van Smart Suriname. Deze public-private partnership biedt verschillende diensten aan die door het opleidingsinstituut zullen worden ontwikkeld om het ministerie te ondersteunen in haar missie en visie. Vandaag hebben wij een bijzondere overeenkomst getekend, een public-private partnership overeenkomst op het gebied van trainingen en capaciteitsopbouw. Ik dacht al die tijd dat ik alleen PPP-projecten kan doen, maar dit is een van de grootste overeenkomsten die we tekenen. We hebben met de kans van mij ook wel wat kleine PPP-trainingsprogramma's gedaan met verschillende bedrijven. Maar dit is een uitgebreide, duurzaam traject van investeringen in loopbaanontwikkeling van het personeel van openbare werken. We hebben een aantal mensen met wie we werken. We hebben individuele bedrijven die soms een training aanbieden of consultants, maar op een gegeven moment kwam het bedrijf Smart NV, die heeft een heel pakket, is heel bekend in Suriname, een heel pakket van diverse trainingen die ze aanbieden volgens de laatste technologie, laatste kennis. Dat was reden genoeg om te kijken of we een overeenkomst met hun kunnen maken. En vandaag hebben we inderdaad het contract ondertekend, omdat ze een variatie aanbieden, fysiek, maar ook online. En je moet weten dat er een tweede ding is, de kennis en capaciteitsmodules die ze aanbieden zijn niet alleen voor ons ook bestemd, maar ook voor derden. Dus anderen kunnen ook toegang krijgen daarop. En dat is een plus, want in de toekomst zal het beleid ook zijn van het ministerie dat als je komt voor een bepaalde functie, je de opleiding al gevolgd moet hebben. We gaan nu een inhaalslag maken voor onze 3500 ambtenaren. Smart Suriname heeft inderdaad vandaag een overeenkomst getekend voor een partnership agreement met de overheid, met het ministerie van Openbare Werken, met als doel om alle ambtenaren, zowel vaktechnisch als ook administratief, bij te scholen, om te scholen en om een continue vooruitgang van kennisontwikkeling te creëren. Seminars, lezingen, masterclasses, niet alleen voor het ministerie van Openbare Werken, maar zeker ook voor de sector. De bouw- en infrastructuursector in Suriname heeft het hard nodig. Het ministerie van Openbare Werken is zonder meer het netwerk van Suriname. Zonder infrastructuur heb je geen ontwikkeling. Zonder geen ontwikkeling is er geen economische vooruitgang. Dus het grote belang dat het ministerie van Openbare Werken goede wegen kan aanleggen, de goede bouwcontroles kan doen, zodat geen enkel huisje ooit kan omvallen. En wat voor orkanen we ook krijgen in Suriname, dat de daken blijven bestaan. Als we de goede bouwopzichters hebben die de juiste focuspunten hebben en de juiste kennis en opleiding, dan kunnen we veilig in Suriname wonen.